Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister-president, begin deze week trokken 45.000 sportclubs en culturele verenigingen aan de alarmbel. Wie vrijwilligerswerk doet in Vlaanderen, die krijgt een vergoeding. Een vergoeding die voor een beperkt stuk belast wordt. Sinds 2018 konden vrijwilligers in sportclubs en culturele verenigingen tot 6.000 euro onbelast bijverdienen. En dat was een goede zaak. Dat was een goede zaak, omdat ook daardoor het aantal vrijwilligers steeg. Nu, in april 2020 kwam er een kink in de kabel, aangezien dat het grondwettelijk hof de wettelijke basis rond die vergoeding eigenlijk vernietigde. Vernietigde omwille van discriminatieve karakter. Nu, daarom kwam er in 2021 een tijdelijke regeling, een tussentijdse maatregel, die gelde tot eind 2021. Maar nu zijn we natuurlijk 2022 en al een tijdje loopt 2022 en er is nog altijd grote onduidelijkheid. Er is ook een grote rechtsonduidelijkheid omtrent die vergoedingen. Er is geen wet gekomen, er is een KB in december gekomen. Er zijn ook problemen rond het softwareplatform omwille van Dimona-redenen. Dus dat leidde natuurlijk tot die alarmbellen van de sector. En die zeiden dat er dringend duidelijkheid moet komen hieromtrent, aangezien anders heel wat vrijwilligers dreigen af te haken. En vandaar, meneer de minister-president, mijn vraag. Welke initiatieven heeft u al genomen en welke initiatieven zult u nemen om hier in dit dossier druk te zetten? Ja, meneer de minister-president, het is de never-ending story natuurlijk. Hè. De Vlaamse regering dringt al heel lang aan. Ik heb daar ook in het verleden al vragen over gesteld, maar er gebeurt niets. Ik stel vast dat er niet snel een duidelijke oplossing komt en heel wat vrijwilligers dus effectief gaan afhaken. Hè. Wat willen we doen? Voor alternatieven zorgen zoals zwart geld in de sector pompen, verhogingen van de lidgelden. Want daar is er, daar gaan we naartoe als er niet snel een regeling komt. En u zegt wel dat u dat brengt in het overlegcomité. Ik heb dat ook al vele malen gehoord van minister Weitz, die telkens naar aanleiding van mijn vraag dat altijd opnieuw ging agenderen op het overlegcomité. Maar er verandert niets. In welke zin denkt u dat er nu wel iets gaat veranderen? Want dat is een verhaal dat ik al heel lang hoor. Ja, meneer de minister-president, wat één ding betreft wil ik mij wel aansluiten bij jullie. Ik hoor de collega's van de Vivaldi-partijen hier allemaal graag zeggen dat het niet simpel is en dat het allemaal moeilijk gaat en dat er tijd voor nodig is. Maar de rest van het grondwettelijk hof dateert potverdikke van april 2020. Hè. Dat is al een tijdje geleden. Hè. En er is ondertussen in 2021 een tussentijdse regeling geweest die eind vorig jaar stopte. Nu niet komen vertellen dat er tijd nodig is en het is alsof dat er geen tijd gaat. Dat klopt niet. Het is één ding bewijst dit wel, collega's. Dat België vierkant draait. Dat niets in dit land op een goede manier kan opgelost worden. En ik hoop dat onze vrijwilligers hier niet de dupe van worden.